Hey, hoi, hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En als je nieuw bent op mijn kanaal, mijn naam is Natasha en dit is het kanaal NW. Vandaag heb ik de One Color Makeup Challenge voor jullie. En zoals je al kan zien, ik ben helemaal opgemaakt met roze make-up. Dus, ben je benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt? Blijf dan vooral eventjes kijken. Doe alvast je duimpje omhoog, abonneer alvast op mijn kanaal en laten we snel gaan beginnen. Ik heb mijn basis make-up al gedaan, tenminste mijn foundation en concealer zijn gedaan. Verder heb ik nog niet afgepoederd. Dus dat ga ik nu doen. En normaal poeder ik altijd af met een transparante poeder. Maar ik dacht, laten we nu eens gek doen. En laten we dat ook eens met roze doen. Ik vond in dit Catrice Blush Artist palet met 3 kleuren blush, vond ik een matte blush. Ik hoop niet dat deze heel erg gepigmenteerd is. Nee, het valt mee volgens mij. Wat ik daarna altijd doe, zijn mijn wenkbrauwen. En ik denk dat we maar gewoon moeten gaan voor een knalroze wenkbrauw. Als we het doen, dan doen we het goed, toch? Ik ga dus uit dit poptastic palet van Makeup Academy ga ik de knalroze kleur aanbrengen op mijn wenkbrauwen. Oké, de wenkbrauwen zitten erop en zoals je kunt zien lijkt de ene wenkbrauw een stuk donkerder als de ander. En dat valt normaal gesproken met gewoon wenkbrauwpoeder niet op, omdat dat is natuurlijk gewoon bruin. Maar je ziet nu heel erg goed dat deze wenkbrauw van zichzelf heel erg mooi, of, nou, mooi, heel erg best wel begroeid is. Dus want je ziet door het roze heen heel veel haar. Aan deze kant is dat zoals je ziet een heel stuk minder. Sorry dat ik elke keer daarin kijk, maar dan kan ik zien of ik scherp ben en zo. Deze is echt ja, niet zo heel erg goed begroeid. En daardoor valt dat roze zie je dus veel erger eigenlijk. Ja, ik kan er niet heel veel meer van maken. Ik ga nu verder met mijn ooglook. En daarvoor leek het mij leuk om eerst met deze lip crayon van de Primark eventjes een klein beetje een basiskleur aan te leggen. Zodat het extra roze oogschaduw zo meteen goed pakt. Ik denk trouwens dat mijn wenkbrauwen beter met deze had kunnen bijtekenen, maar there's no going back now. Allereerst ga ik in mijn arcadeboog deze Wet n Dry blush powder van de HEMA aanbrengen. En het is een super mooie blush met een hele mooie glans erin, zoals je ziet. Dan heb ik uit het Revolution Makeup Palet het Redemption Palet Iconic nummer 3. Daar zit ook aardig wat roze tint in. En daarvan ga ik deze hele lichtroze aanbrengen aan het begin van mijn oog. En deze glimt onwijs, dus ik ga die met mijn vinger aanbrengen. Oeh, nee! Shit, dat krijg ik natuurlijk echt nooit meer weg, al die glitter. Doen we het aan de andere kant ook gewoon. Ergens hier. Als een soort van highlighter of zo. Dan breng ik weer met mijn vinger hetzelfde roze oogschaduw aan als die op mijn wenkbrauwen zit. Om een beetje in dezelfde kleurtoon te blijven. Omdat ik anders bang ben dat het allemaal niet meer matcht straks. Ik ga het geheel eventjes blenden met weer de blush. Nu ga ik nog onder mijn ogen een lijntje aanbrengen. Wat ik dat met deze kleur ga doen. Dus de poptastic palet en dan de lichtroze. Even kijken of, of ik dat intens genoeg vind. Ja, ik denk het wel. Heftig! Jongens, dan denk ik dat ik de ooglook wel klaar vind zo. Ik vind hem te heftig om ook nog eyeliner aan te brengen, dus ik ga gewoon mascara nu doen. Alleen ik heb natuurlijk geen roze mascara, dus dat wordt helaas wel gewoon zwart.
ga ik eerst eventjes contouren. En dit ga ik doen met... Kan dit doorgaan voor roze of is het echt rood? Mijn basislijnen zetten met een wat kleiner kwastje. En dan ga ik het vervagen met de grote kwast. Dus ik doe even mijn haar en mijn gezicht. Niet echt een hele duidelijke kleur. Nu wordt het heftig hoor, jongens. Heavy shit. Ik ga even kijken of deze een beetje te vervagen valt. Want ik wil geen mega lijnen houden. Ik wil wel een beetje dat het vervaagt. Of wrijf ik het nu helemaal weg? Volgens mij haal ik het nu gewoon helemaal weg. Misschien ben ik echt niet helemaal goed bij mijn hoofd, maar ik vind het best wel mooi. Nog een heel klein beetje van deze roze gewoon gaan doen, omdat het kan. Hoogstwaarschijnlijk doe ik dit één keer in mijn leven, dus dan moet ik het gewoon goed doen, toch? Oeh. Tijd voor een blush en hoe saai het ook mag zijn, laten we deze lichtroze daarboven gaan doen. Oké, en dan gaan we nog voor een highlighter. En aangezien ik deze heel erg mooi zie glansen die ik aan het begin van mijn ooglid heb, gaan we die maar gewoon heel voorzichtig aanbrengen als highlighter. Oef. En glimneus. Wow. En als laatste stap natuurlijk de lippen. Ik breng eerst gewoon deze knalkleur aan. Dit is trouwens een lip crayon van de Primark. En het is de kleur fuchsia. Heftig! Daaroverheen ga ik voor de glans nog deze Catrice Shine Appeal Fluid Lipstick Watermelon eroverheen doen. En het is een vloeibare lipstick. En dat is dan volgens mij klaar. Zoals je kon zien heb ik behalve mijn foundation en concealer alles vervangen door iets roze. Nou is roze nog best wel een kleur die kind of normal is om op je ogen en lippen te dragen. En op je wangen, of course. Maar als je dit leuk vond, vergeet dan niet om eventjes een reactie achter te laten met welke kleur ik het volgende keer moet doen. En wie weet komt er de volgende keer wel groen, pimpelpaars met een goud randje of zwart uit. Who knows? Dus ik vond het in ieder geval een hele toffe challenge. Ik vind het nog best wel soort van ish mooi geworden. Ja, ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om naar te kijken. Als het zo was, geef deze video dan even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan helemaal gratis door hier beneden op die abonneerknop te drukken. En wil je op de hoogte blijven van mijn video's? Druk dan ook eventjes het belletje aan, want dan krijg je notificatie als ik een video heb geüpload. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. Doeg!